Adiel, het zit erop na dit seizoen. Je stopt ermee. Waarom? Ja, dat klopt. Waarom ik ermee stop? Nou, eigenlijk niet zo moeilijk. Ik ben toe aan de volgende fase in mijn leven. En daar ben ik al een tijdje mee bezig. De mensen met wie ik werk, die weten dat. De mensen die dichtbij me staan, weten dat. Dus wat dat betreft gaat het eigenlijk puur om, om mijn eigen ontwikkeling als mens. Mijn eigen sociale ontwikkeling die ik wil gaan voortzetten. En dat komt nu eigenlijk stil te staan met het voetballen. En dat vreet aan mij dit seizoen, meer dan ik had verwacht. En vandaar de reden om te stoppen. Kan je ons eens meenemen in dat proces, wanneer dat ongeveer begonnen is en wanneer je voor jezelf de knoop hebt doorgaan? Dat begon eigenlijk een beetje aan het begin van het seizoen. Eind vorig seizoen, begin van dit seizoen. En dus eigenlijk in een heel vroeg stadium voor de winterstop denk ik nog zelfs aan de club doorgegeven dat dit mijn laatste seizoen gaat worden. Hoe merk je dan dat het aan je begint te vreten? Wat ik zeg, ik heb heel veel plezier in het voetballen, in het trainen, met de groep. Alleen ik merkte dat ik mezelf niet meer prikkelde, dat ik mezelf niet meer ontwikkelde buiten het voetballen om. En dat was voor mij niet meer de energie die ik nodig had. Het was te weinig dit seizoen en dat vrat aan me en vandaar de beslissing om hier naar een nieuwe fase in te gaan. Hoe ziet die nieuwe fase er voor jou uit? Ja, zoals bekend bij Sparta. Waar dat precies zal zijn, dat gaan we nog bespreken met elkaar. Maar in ieder geval ga ik mezelf ontwikkelen als trainer zijnde. Dat is iets waar ik enorm naar uitkijk al een hele lange tijd. Iets wat ook al heel lang in mijn hoofd speelt. Alleen nu is het voor mijn gevoel is het tijd om, om dat in de praktijk te gaan doen. Ja, de jeugdopleiding van Sparta, dat voelt voor jou echt als de plek, waar het dan precies wordt, nog niet bekend, maar echt de plek om die volgende stap te zetten. Ja, absoluut. Als je ziet waar ik ben begonnen in de jeugd bij Sparta en de manier hoe ik het nu mag en kan gaan afsluiten en daarna weer verder kan gaan in de jeugdopleiding bij Sparta, dan is dat alleen maar mooi. Wat waren de reacties vanuit de groep, vanuit je omgeving op je besluit? Ja, die waren heel mooi. Ook wel van, kan je niet nog een jaartje door, moet ik eerlijk bekennen. Ik toch nog veel wedstrijden speel. Maar heel veel respect, heel veel liefde. Ik moet je eerlijk bekennen, eigenlijk alleen maar mooie berichten ontvangen. En daar ben ik hartstikke blij mee. Het is ook wel een beetje een stop op een hoogtepunt. Hè? Ik bedoel, als je nu nog een jaartje doorgaat, nog zo'n seizoen met Sparta. Ja, hoe groot is die kans? Ja, je weet maar nooit. Nee, je weet maar nooit. Maar inderdaad, dit seizoen is geweldig. Maar ik moet zeggen, dat heeft geen invloed op mijn keuze. Anders had ik vorig seizoen aan het eind van het seizoen ook kunnen stoppen. Dus dat speelt helemaal geen rol. Ik heb het altijd naar mijn zin gehad bij Sparta. Altijd met mijn collega's een superleuke tijd gehad. En dat is dit seizoen niet anders. Dus wat dat betreft, dat speelt bij mij geen rol. Heb jij enig idee hoeveel officiële wedstrijden jij in Nederland hebt gespeeld? In Nederland? richting de 450. Ik denk iets erboven. 492. Nu hebben we nog 8 wedstrijden te spelen dit seizoen. Dus de laatste Eredivisiewedstrijd, als je er vanaf nu alle 8 speelt, kan je 500ste wedstrijd in het Nederlandse voetbal worden. Ja, dat zou mooi zijn, hè? Het is eigenlijk zonde dat jullie daarna nog play-offs moeten spelen, anders had je precies op 500 kunnen stoppen. Ja, nee, je moet zoveel mogelijk proberen te spelen, toch? Dus ik hoop dat we zo ver mogen komen in de play-offs. Nee, hartstikke mooi, hartstikke mooi. Ik ben hartstikke blij met hoe mijn carrière verlopen is. Dankbaar voor alle mensen die ik heb ontmoet, die me hebben geholpen, die me hebben ondersteund. Alle trainers, alle collega's. En ik kijk echt met een heel goed gevoel en heel goed en positief gevoel terug. Absoluut, absoluut. Komende zondag je laatste Rotterdamse derby. Hoeveel zin heb je erin? Ja, ik heb heel veel zin in. Ik moet zeggen, ik geniet enorm van de wedstrijden. Vooral in een derby. En de messen zijn geslepen. Ja, is dit een andere derby dan normaal? Omdat het tussen twee Rotterdamse ploegen gaat die boven verwachting presteren. Feyenoord bovenaan op weg naar de titel. Jullie op weg naar de play-offs van Europees voetbal. Brengt dat nog een ander gevoel met zich mee? Nee, eigenlijk niet. Het is altijd leuk als er spanning op een wedstrijd komt. Als een wedstrijd beladen is. Als er veel aandacht voor de wedstrijd is. En daar geniet ik intens van. En dat zal ik nu weer gaan doen. Wat merk je van de spanning bij de club, bij de spelers, bij de jongens om je heen? Is die spanning voelbaar? Nee, ik moet je eerlijk bekennen, totaal niet zelfs. Nee, we hebben heel veel vertrouwen getankt dit seizoen. We weten dat we aan de bak moeten. Feyenoord is gewoon een hele goede ploeg. Maar we hebben absoluut ook geloof in onze eigen kwaliteiten. Dus we gaan er vol voor. Hoe gaan jullie het aanpakken? Door 1 meer te scoren dan Feyenoord.
Dus nee, wij spelen altijd hetzelfde spel. Ik denk dat we dat heel het seizoen al doen. En wij spelen thuis. Ik denk dat we thuis heel moeilijk te verslaan zijn. En met het publiek erbij denk ik dat het een heel mooie middag kan worden. Er zijn nogal wat Sparta-supporters in de media vooral die ook een beetje het zweertje aan het oppoken zijn richting zondag. Die zoiets hebben van, nou, Sparta is de club van Rotterdam. Of Sparta gaat zondag winnen van Feyenoord en dan moeten we nog maar zien hoe het gaat met die populariteit van Sparta in heel Nederland. Gebruik je dat nog als extra motivatie of sluit je je daar überhaupt helemaal voor af? Nee, wij gebruiken dat in ieder geval niet als extra motivatie. Nee, wij focussen op hetgeen wat we moeten doen en randzaken zijn voor ons op dit moment niet belangrijk. Ik denk ook gewoon dat je gewoon jezelf moet blijven en gewoon normaal moet doen. En je moet je gewoon goed klaarmaken, mentaal en fysiek. En dan denk ik dat we wat moois kunnen maken zondag. We hebben het net al even terloops over die play-offs. Jij zelf ook. Die kunnen ook gewoon niet meer mis, toch? Nee. Nee, dit antwoord wil je toch of niet? Nee, absoluut. Nee, die kunnen niet meer mis. Nee, nee.